Hallo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag weer een nieuwe video. Vandaag een hele andere video. Vandaag iets, eigenlijk dat ik iets nieuws heb. Zoals je misschien al in een thumbnail of in de titel hebt kunnen zien, heb ik natuurlijk iets nieuws gekocht. Nu, dit nieuw heb ik eigenlijk bij mijn vriendin gekocht. Die is er eigenlijk de dealer van, de verdeler van eigenlijk. En dat is eigenlijk een e-bike eigenlijk dat ik gekocht heb. Nu, die e-bike zie je wel regelmatig overal rondrijden, vooral op de motocross. Buiten de motocross zie je ze nog niet zo heel vaak. Dus ik heb een e-bike gekocht, een straatlegale eigenlijk. Dus omdat ik er dan ook mee op de straat kan rijden. Anders heb je de off-road versie daarvan. En dan mag je niet op straat rijden. Dus ik dacht, om safe te zijn, om ook op straat te kunnen rijden, heb ik het straatmodel gekocht. En we gaan deze nu samen unboxen. Dus ik neem jullie daar mee. Dus let's go! Zo jongens, nou staat hij eindelijk in elkaar. Hij is echt dik geworden. Nu qua upgrades, dat gaat er misschien nog wel aankomen. Daar ga ik even bekijken van hoe en wat mogelijk is. Ik heb wel een aantal dingen gezien wat wel heel dik kan zijn om daar op te zetten. Dus ga ik even bekijken. Misschien dat ik dat wel ga doen, misschien niet. Dat weet ik niet. Maar wil je dat niet missen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Nu ga ik een paar dikke shots maken van de e-bike, fiets, wat je het wil noemen. Dus let's go. En zo jongens, dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat dan zeker een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn YouTube kanaal? Vergeet dan zeker niet te abonneren voor meer van deze content. Ik ga er zeker wat meer content van maken. Dus wil je dat niet missen? Vergeet dan zeker niet te abonneren. En dan zie ik je terug bij de volgende video. Later. En ik ga heel snel naar huis, want het regent.